De reportage van vandaag komt uit Weidenes. Daar worden muziekinstrumenten gemaakt die een therapeutische werking hebben. Verslaggever Vera Glim en cameraman Frits Smit gingen op onderzoek uit. Ik ben Klaas Kloppenburg en ik ben iemand die probeert met muziek en muziekinstrumenten mensen te verbinden met zichzelf. Hoe ben je daar ooit mee begonnen? Ik denk dat het al begonnen is toen ik zelf ging zingen als kind. En ik zong altijd al liedjes voor de wind. En ik had altijd alles wat ik in de natuur tegenkwam, had ik altijd al een soort muzikale verbinding mee. En ik ben op een gegeven moment een studie muziektherapie gaan doen. Nou, in die studie leer je eigenlijk gewoon heel veel over, sowieso over muziek, maar ook wat muziek met mensen doet. En hoe je mensen zover kan krijgen dat ze echt in contact komen met zichzelf door het muziek maken. Dus eigenlijk zijn het instrumenten waar iedereen heel snel geluid uit kan halen. Dus in muziektherapie werk je in ieder geval bijvoorbeeld niet met violen en saxofoon zou kunnen, maar dat is alweer lastig. Het is eigenlijk dat je gelooft dat overal een ziel of een energie in huist die eigen is aan het hout of de trommel. En dat je daarom je op een gelijkwaardige manier daartoe verhoudt. Dus je bent niet, je hebt respect voor alles om je heen. Je hebt een rijtjeshuis, maar in je achtertuin staat een? Een joert of ger. Het komt oorspronkelijk uit Mongolië. Zoals de Indianen hun tipi hebben, hebben ze in Mongolië de joert. En je kan hem verhuizen. Dus hij is heel makkelijk af te breken en in 2 uur ergens anders weer op te bouwen. En achterop de vrachtwagen mee te nemen. En zo reizen die mensen daar, zo de nomadische herders. Dit is multiplex, dat heb je gebogen. Ja, dat buigt heel makkelijk. Dus je begint ergens en dan ga je gewoon die multiplexen inzetten en met elkaar verlijmen. Ja. En als het droog is, schuren enzovoorts. En dan heb je je frame klaar en dan ga je dat met behulp van touw ga je het vel op het frame spannen. Wat is dat voor een soort vel? Dit is geitenvel. Hoe kom je nou aan een geitenvel? je zou het zelf kunnen prepareren, maar dat is een heel gedoe. Maar deze kun je gewoon in een hele leuke slagwerkwinkel in Groningen kan je die bestellen, online. Dus je krijgt een aardige meneer aan de telefoon en die zegt dan van wat daar nou precies hebben. En ook gekleurde enzovoorts. En ik vind het ook leuk als we trommels maken om dan uiteindelijk daar je helemaal je persoonlijke gevoel in te leggen door hem ook te beschilderen. Dit is inderdaad een traditionele didgeridoo. Van eucalyptushout. Ja. Echt heel erg hard hout. Aan de binnenkant zachter is en daar wordt het leeggevreten door termieten. Ja. En dat mogen alleen de aboriginals doen. Die gaan dan kijken of ze wat kunnen oogsten. En dan kloppen ze erop. Oké, die is goed. Nou, die nemen ze dan mee. En dan hollen ze hem verder uit. En dan wordt er een mondstuk op gemaakt. En uit welk materiaal heb je dit gemaakt? Nou, wat denk je? Ik denk een stuk buis. Ja, er zit geen PVC, maar PPC buis in. Dat is wat lichter plastic en dat is ook minder milieubelastend. Ik vind het heel grappig. Je hebt traditionele instrumenten hier en je ene trommel is van het vel van plastic en deze ook. Zou ik jou een moderne sjamaan kunnen noemen? Dat zou je kunnen doen, ja. Ja. Ik ben nooit in Australië geweest. Nou, hoe komt het dan op je pad? Je komt het toch tegen. En ik heb mensen ontmoet die daar wel geweest zijn en die ermee bezig zijn. Het grappige is dat ik eigenlijk heel veel van die dingen op deze plek waar ik ben uitoefen en tegenkom en ontwikkel. En ik reis inderdaad ook heel veel van binnen, zeg maar. Wat nemen mensen er eigenlijk van mee? Wat je denk ik van iedereen wel zal horen aan het eind van zo'n, uh,
van zo'n dag of als je een dag getrommeld hebt, is dat je die energie en die, al is het alleen maar de ritmes, gewoon nog helemaal in je voelt. Sommige mensen hebben nog uren daarna dat ze het allemaal nog horen en voelen van binnen, zeg maar. Dus het is iets wat je een tijd bij je draagt. En tot zover de reportage over de muziekinstrumenten uit Weidenes.